Hey boys, welkom. Vandaag een aflevering. Het is niet van de wereld, het is kut. Maar gewoon eigenlijk een heel spontane aflevering. Ik was aan het kijken op mijn game Facebook en er stond bij dat ik 4 jaar geleden ben begonnen met streamen. Dus feestje, taart, koekjes, stukkoekjes, friestie, al wat je wenst. Fantastisch en zo. Nu, veel mensen vragen aan mij van, ja, wat is het eigenlijk om een streamer te zijn en hoe gaat dat en zo. En ik moet zeggen, ik stream nu al 4 jaar en ik zit nog altijd tussen de 10 à 20 kijkers. En ik heb veel hetzelfde publiek waar ik heel dankbaar om ben. Altijd dezelfde mensen dat er zijn en zo. Maar ik heb veel mensen en die vragen aan mij, ja, zou je dat niet beu, dat je niet zo groeit? Like als, weet je, ik ben maar een kleine RuneScape streamer. In het Nederlands dan nog, dus ja, je kunt niet willen dat er superveel man kijkt, denk ik dan. Dus ja, ik bedoel, als je denkt rijk te worden met Twitch of beroemd te worden, dan denk ik dat je een beetje te laat bent en dat je eigenlijk aan het verkeerde adres bent. Zeker, ik ken mensen dat heel populaire games spelen. En pas op, je doet daarmee wat je wilt. Hè. Ik ga niet zeggen van dan moet je spelen, dan mocht je niet spelen. Weet je, je kiest het allemaal zelf wat je doet eigenlijk. Zolang dat je er maar plezier in hebt, denk ik. Want ja, kijk, je moet daar ook realistisch in zijn. Hè. Stel nu, je speelt games like als Call of Duty Warzone of Fortnite of wat is er nog een Counter-Strike? Ik zeg maar wat dingen. En die zijn dan mega populair en zo. Maar het probleem is, jij als beginnende streamer hebt een paar views. En weet je, er zijn mensen dat dan volledig van boven staan in de lijst van Twitch met duizenden of honderden views. Ik bedoel, meestal mensen gaan niet naar beneden scrollen om te kijken van wat is de onderkant hier aan het doen. Mensen doen dat niet. Als mensen iets willen zien, dan bekijken die gewoon waarschijnlijk mensen dat daar 1 heel goed in zijn of 2 heel bekend in zijn. Want ja, dat is gewoon hoe dan het werkt. Like als bij mij ook bij RuneScape, ik zit tussen 10 en 20 viewers meestal. En ja, weet je, ik moet gewoon niet verwachten dat er mensen gaan kijken. Nou, dat mensen volledig naar beneden gaan scrollen om mij te zien. Nu, mijn geluk eigenlijk een klein beetje is dat ik al 4 jaar stream. Dus mensen kennen mij wel een klein beetje op Twitch in de Nederlandse community en zo. En het ding is, er zijn niet veel mensen dat in de Nederlandse categorie oldschool RuneScape streamen. Dus in dat opzicht heb ik heel veel geluk met mijn viewers en zo. Dus maar ik zeg het, als je bekend wilt worden met Twitch, dan moet je, oftewel, grof gezegd, altijd te laten zien. Dus dat klinkt misschien raar, hè, maar allez, weet je, ik ken mensen dat totaal nog niet lang streamen en over de 600-700 viewers hebben. Maar dat zijn dan mensen dat zo hot tub bikini streams doen. En als je dan zoveel followers hebben, of zoveel subscribers, of zoveel donatie hebben, dan gaan ze een ander bikinieke aandoen. En ja, weet je, dat is nu in op Twitch. En dat is een ding wat ik daarvan vind. Heb ik al een keer uitgelegd in een andere video. Dus daar ga ik niet terug over beginnen. Maar dat is gewoon een beetje wat dat het is. Like als, ik bedoel, een casual player dat niet echt super entertainend is. Niet echt goed is in een game. Gaat waarschijnlijk niet zoveel views pakken. Dat klinkt triestig, maar je moet mensen een reden geven om naar u te kijken. Waarom zou jij kijken naar iemand? Like als ik bijvoorbeeld, ik doe pet hunts op oldschool RuneScape. Dus mensen weten, hij streamt in Nederlands, hij streamt RuneScape. En hij gaat voor alle pets in de game. Dat is een ding, daar gaat die man voor. En daar ga ik naar kijken. Sommige mensen vinden dat interessant, sommige mensen vinden dat helemaal niet interessant. Dus daar moet je ook gewoon mee leren leven. Dat is gewoon een ding, je kunt daar niet aan doen. En dat is eigenlijk een beetje hoe het is. Dus ja, dat wou ik gewoon wel vertellen. Dat is mijn ervaring met Twitch. Hoe dat Twitch werkt voor mij. En om eerlijk te zijn, ook al heb ik misschien maar na 4 jaar tijd nog altijd maar 10 of 20 kijkers. Ik kan jullie zeggen, ik ben echt super dankbaar voor iedereen dat er altijd al is. Dat constant in mijn stream zit. Als je zo iemand bent en je kijkt naar deze video, je weet wie dat je bent. Ik ben daar heel dankbaar voor. Voor zo'n mensen dat wel doen voor mij. En ja, echt super bedankt daarvoor. Nu,
Vandaag was een beetje een kleine video om mijn ondervinding van Twitch uit te leggen en zo. Dus ik zei het, als je graag gamet en je hebt zoiets van, ik wil het wel proberen te streamen en zo. En je hebt er een PC voor en je moet niet echt specifiek echt heel veel geld investeren om te kunnen streamen en zo. Dan zou ik zeggen, begin eraan, veel plezier en zo. Maar verwacht niet te veel. Verwacht niet dat je de nieuwe ninja in Fortnite gaat zijn of de nieuwe Shroud in Counter-Strike of... Ik bedoel, als je maar een average gamer bent, je bent niet super entertainment en je bent ook niet echt ja, een zot in de game, dan, ja, je begint ook altijd bij 0 viewers. Dus als er gewoon een viewer bij komt, dan moet je die ook gewoon altijd proberen houden, er tegen babbelen, een beetje entertainen, misschien wat muziek opzetten, doe ik altijd in de stream. Dus het is eigenlijk een beetje te zien wat je zelf wilt... Maar alleszins, dat is mijn ondervinding van Twitch. Ik ben 4 jaar bezig met Twitch. Ik heb nog niet de intentie om te stoppen met Twitch. Dus ik ga er eigenlijk gewoon... Ik ga blijven gamen. Ik doe het graag. Ook al verdien ik er zo goed als niks mee of zo. Het maakt niet uit. Ik bedoel, ik doe het voor mijn plezier. En ik heb veel mensen al leren kennen door mijn stream. En ik vind dat fantastisch om gewoon mensen te leren kennen... door mijn stream of toestanden, dus ik vind dat echt heel leuk. Dus ja, dat was het eigenlijk een beetje wat ik wou vertellen. Ik dank jullie allemaal om te kijken naar deze video en ik zie jullie graag in de volgende video terug. Yo, nog een goede zondag.